Het project Vrokken voor McMoney heeft in de Davisbuiten 18 cursisten opgeleverd die de opleiding textiele werkvormen succesvol afmaakten. Elk ontving een naaimachine om direct te starten. Minister Stephen McAndrew moedigde de cursisten aan om hun nieuwe vaardigheden in te zetten voor zelfredzaamheid en ondernemerschap. De cursisten toonden hun dankbaarheid en benadrukten de waarde van deze eerste concrete overheidsinvestering in hun gemeenschap. Hein Albeda van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bezocht op 30 oktober het commissariaat Wanica Zuidoost. Het bezoek benadrukte de samenwerking tussen burgers en lokale overheid en de versterking van burgerparticipatie in Suriname. Er vond gedachtenwisseling plaats met de districtscommissaris, resortsleiders en afdelingshoofden, gevolgd door een korte rondleiding door het gebouw. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 2 tot 15 november 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 30 SAD en 40 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 36 SAD betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.